De bond van het Sint Vincentius ziekenhuis is niet meer in actie, omdat de overheid haar afspraken is nagekomen betreffende het storten van de overbruggingstoelagen. Dit bevestigde de ondervoorzitter van de bond van het ziekenhuis, Clyde Gill, tegenover onze redactie. De overbruggingstoelagen waren gisteren voor 2:00 PM op de bankrekeningen van het personeel gestort. Gill stelt dat los van de financiële situatie waarmee het zorgpersoneel kampt, er overigens ook aan andere zaken binnen de zorgsector gewerkt zal moeten worden. De ministerie zou het beste sneller werk van maken om de salarissen van zoals hij had voorgehouden. Ze willen een clusteruniform hebben voor de salarissen voor alle instellingen, voor het hele zorgsector. Als dat snel kan verspoedigen, dan denk ik dat we over de hele linie met betrekking tot het scheef gaan van de salarissen van die instelling is meer dan die andere. Weet je, terwijl we dezelfde werkzaamheden verrichten, dat in de doofpot kunnen zetten en ervoor zorgen dat we 1 salaris kunnen hebben. En ook de legdagtarieven ook zodanig naar de huidige situatie van het land te kunnen aanpassen. Waardoor de instellingen ook nog meer adem ruimte hebben om zaken beter op een rijtje te plaatsen. De financiële veranderingen binnen ons land lenen zich niet voor het blijven op de huidige salaris dat het zorgpersoneel momenteel verdient. We zijn de belangrijkste schakel om de samenleving gezond te houden, want zonder ons lopen er geen gezonde mensen rond, meent Gill. Dus alles wat met de zorgsector te maken heeft, moet hij sowieso hoog houden. Okay. Hoog in het vaandel houden, zodat het volk gerust mag zijn. De ondervoorzitter hoopt op een spoedige, doch eerlijke aanpassing van de salarissen.